Ik ben gegaan naar de voorzitter en bestuursleden van de BGP India voor partij samenwerken. VHP en BGP gaan samenwerken. Bharatiya Janata Party. Weet je hoeveel leden ze hebben? Weet je hoeveel leden ze hebben? Secretaris, maar hoeveel leden heeft de VHP? Zij hebben 180 miljoen leden. 180 miljoen leden hebben ze. Ja. En ik vroeg aan die voorzitter, hoe leid je zo'n grote partij? Want ik leid ook een grote partij in Suriname. Ik leid de grootste politieke partij in Suriname na 74 jaar. De grootste. En hij zegt ja, we hebben wat afspraken gemaakt in de partij. De eerste afspraak die we hebben in deze grote partij is discipline. Hou je aan de partijlijn. Hou je aan partijprogramma. Hou je aan partijfilosofie. En als je daar buiten gaat, gaan we je aanspreken. En als je blijft doorgaan, gaan we je eruit gooien. Dat is hun stelling. Neem het mee, VHP. Na 74 jaar. Discipline moet terug in die partij. En je werkt voor je achterban. Je werkt voor de samenleving. Je werkt niet voor jezelf. Niemand werkt voor zichzelf. Dat is wat de oprichting 74 jaar ons geleerd heeft. Toen de VHP opgericht werd om te werken voor nationaal belang. En dat gaan we nog scherper moeten stellen. Mijn mensen. Neem dit mee.